Jordi Klaas, het was een erg moeizame wedstrijd vandaag, maar 3 punten, is dat dan toch het belangrijkste vandaag? Ja, zeker weten. Afgelopen woensdag spelen we denk ik 3/4 van de wedstrijd goed en verlies je. En nu speel je eigenlijk, als ploeg zijn er niet goed, maar toch win je. En ik denk dat uiteindelijk is het enige wat vandaag moest gaan tellen eigenlijk. Eigenlijk wisten jullie ook van tevoren al dat NAC vechtvoetbal zou gaan spelen, hè? En dat ze met name dat eerste 15-20 minuten zouden gaan stormen. Ja, dat denk ik wel. We hebben natuurlijk geanalyseerd en ja, je weet natuurlijk in speelwijze, ze hebben natuurlijk een aantal nederlagen op rij geleden. En dan weet je dat ze vandaag gaan komen thuis met het publiek erachter. En dan proberen ze vechtvoetbal te spelen, met opportunisme te spelen. Vroeg druk naar voren. En wat ik zei, bij Vaas hadden we het makkelijk. Ik denk na een minuut of 30 hadden we de wedstrijd redelijk onder controle. Maar we hebben ook een fase gehad waarin we het lastig hadden. Waarin NAC niet heel gevaarlijk werd, maar ze waren toch wel aan het aanvallen. Maar goed, dat moet je ook zien tegenhouden en dat hebben we denk ik hartstikke goed gedaan. Dan maken jullie 1-0, dan verwacht je dat jullie meer ruimte krijgen. Maar jullie hielden het tot de laatste seconde spannend. Kan je dat jullie verwijten? Ja, misschien wel. Misschien dat je wedstrijd eerder op slot moet gooien. Maar ik denk dat we ook niet echt hele grote kansen daarna meer hebben gecreëerd. Een paar halve kansen, als de bal goed valt of vrij trap, die net niet erin gaat. Ja, dat zijn momenten die kunnen belangrijk zijn in de wedstrijd, maar je laat het na. En dan weet je dat je de laatste kwartier, de laatste 20 minuten nog moeilijk gaat krijgen met hun opportunisme, hun vechtvoetbal, lange ballen. Maar goed, dat hebben we ook zien tegen te houden en dat is wel een pluspunt, zeker voor het team. Met weer een goal van Kazim Richards. Hij scoort de laatste 4 wedstrijden op rij. Hij begint los te komen. Wat voor jongen is het in een groep? Ja, een jongen wat heel goed in de groep ligt. Hij probeert iedereen te helpen. Hij werkt zich een slag in de ronde, ook al lukt het soms niet. Hij is gewoon hartstikke belangrijk voor ons en wij zijn als ploeg, ploeggenoten zijn we hartstikke blij met hem. Hij is belangrijk in onze speelwijze. Hij is balvast. En hij begint de laatste week ook te scoren. Dat is helemaal natuurlijk fantastisch. Helemaal voor hem, maar natuurlijk ook voor ons. Want hij is gewoon hartstikke belangrijk de laatste weken. En dat was hij daarvoor ook met zijn speelstijl eigenlijk in ons positiespel. Dus wij zijn hartstikke tevreden met hem. Hoe kijk jij terug op het jaar 2014? Ik denk, ja, jouw beste voetbaljaar met een prachtig WK als hoogtepunt. Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk van genoten. Ik heb hele mooie momenten meegemaakt. Alleen het begin dan van dit seizoen niet. Dat waren denk ik de enige minpuntjes die ik heb gehad. Maar goed, je weet dat die momenten altijd in de voetballerijen zijn. Maar ik heb van 2014 heb ik genoten. Ik heb hele mooie wedstrijden gespeeld. Ik heb wedstrijden gespeeld wat niet goed was, maar toch gewonnen. Ik denk dat eigenlijk alles in dit jaar zat wat ik had gedroomd, denk ik. Met name natuurlijk als uitschieter het WK. En uitgegroeid tot een van de betere voetballers in Nederland. Ben je uitgegroeid of zeg je er is ook voor mij nog steeds veel te leren? Ja, zeker weten. Dat is ook waarom ik denk hier ben gebleven. Anders had ik ook naar een andere club bij wijze van spreken kunnen gaan. Ik heb gezegd dat ik hier nog niet uitgeleerd ben. En dat gevoel heb ik ook. Ik heb het gevoel dat ik stappen kan maken. En dat ik deel kan maken ben. Maar goed, je hebt altijd puntjes waarin je sterker wil worden en beter wil worden. En dat is waarin ik voor mezelf aan moet gaan werken.